Hoi hoi en welkom bij mijn nieuwe vlog. In deze vlog ga ik het hebben over hittestress. Omdat het al 2 weken achter elkaar boven de 30 graden is, wil ik laten zien wat wij in het bedrijf doen om hittestress bij kalveren, maar ook bij de melkkoeien, te verminderen. We staan nu in de melkstal. Hier hebben wij 2 ventilatoren staan om het frisser te maken. Daarnaast voeren we de koeien 2 keer per dag, zodat het koel vers blijft. En we doen 's avonds de koeien naar buiten, zodat de stal afkoelt. Maar ook de koeien zelf natuurlijk. Alsnog hebben de dieren het wel warm, maar toch minder dan dat we ze overdag buiten zouden doen in de volle zon. Een heel groot voordeel: er zijn bijna geen kalfjes op het moment. Bijna alle hokken staan leeg. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Omdat het voor de kalfjes ook niet prettig is als het heel erg warm is. Omdat het even rustig was, had ik mooi de tijd om het afkalfhok uit te mesten. Zodoende heb ik het schoongespoten met schuimreiniger en hierna heb ik het ontsmet met Kenocox. Zoals je kunt zien is het mooi schoon. Weer nieuw en vers stro erin. Daarnaast is het volgende maand best wel druk met kalven. Dus wat dat betreft zijn we nu goed voorbereid. De kalvenhokjes plaatsen we eigenlijk altijd in de schaduw. Zoals je kunt zien loopt hier de schaduw van de stal. Normaal staan altijd daar de iglo's, maar omdat er nou geen kalfjes zijn, staan daar nu geen iglo's. Hier hebben we dan nog 2 kalfjes staan. Die bieden we eigenlijk de hele dag door water aan. Daarnaast krijgen ze gewoon muesli en 2 keer per dag melk. Omdat deze hokken natuurlijk in de schaduw staan en deze hokken zijn ook best wel goed geïsoleerd, kun je ook zien dat die kalfjes bijna eigenlijk geen hittestress ondervinden. Dus daar zijn we heel blij mee. Bedankt voor het kijken van mijn vlog. En graag hoor ik wat jullie doen tegen hittestress.